Ja, ik heb Werner Pluim hier naast me staan. Ja, de winnende coach, mag ik wel zeggen. Ja, je zegt al van ja, ik moest ook even op adem komen. Maar hoe zou het zijn met de hartslag van Werner Pluim? Nou ja, dat begint nu weer iets te zakken. Maar ja, we hadden het niet zo breed vanmiddag. Nou. Nee, het was een tumultueuze wedstrijd. Uiteindelijk ontzie het ook nog door 2 rode kaarten voor Zwaluw in dat geval. Ja, nee, dat klopt. Zij hadden denk ik het initiatief in het voetballen. En ja, wij moesten ons beperken tot duelleren. En ja, dat zijn ze hier in het Westen, vinden ze dat nog wel eens spannend. En hebben ze een wat korter lontje dan wat wij gewend zijn. En ja, ondanks dat wij een heel jeugdig team hebben, zijn we daar slimmer mee omgegaan dan wat zij hebben gedaan. Je komt in de 4e minuut op voorsprong. Ja, heel verrassend eigenlijk zo vroeg in de wedstrijd. Ja, in principe kan je in elke minuut scoren. Maar ja, goed druk moment met Melle. En ja, dan is het wel heel mooi dat we steeds meer situaties gaan herkennen wanneer we druk moeten gaan geven. En dat er ook meteen mensen onderweg zijn. En nee, dat lukte vorige week en dat lukte nu eigenlijk al heel snel. En ja, dat is wel een stukje comfortabeler voetballen. Ondanks dat het voetballen vandaag, nou ja, denk ik, de minste wedstrijd was die ik heb gezien van hun spijt. Had je dit verwacht van deze tegenstander? Wat heb je je daarop kunnen voorbereiden? Ja, dat is lastig. Zij hebben de laatste weken best wel veel verschillende opstellingen gehad. Veel verschillende jongens gebruikt. We wisten wel dat ze veel vaardige jongens aan de bal hadden. Nou, dat hebben we gezien. Daar hadden we echt wel moeite mee. Met name om het verdedigend goed op orde te krijgen. Maar zij stoorden ja, verder vooruit dan wij hadden bedacht. En ja, daardoor vonden we wel minder makkelijk de oplossingen dan wat we in de afgelopen week hebben gevonden. Ja, want veel ruimte was er niet achterin. Jullie beperkten veelal tot de bal maar snel wegwerken, op de counter een beetje te gaan spelen. Dat leidt dan in de 44e minuut toch tot een doelpunt die zomaar uit de lucht komt vallen. Ja, dat klopt. Ik was net op de bank aan het bespreken of hoe we het voor elkaar zouden krijgen om Melle wat hoger op te laten spelen. Om eerder druk op hun opbouw te krijgen. En nou ja, bij balverovering dan staat hij ook al meteen wat hoger op het veld. En ja, dan is Melle heel erg goed. En ja, in het verdedigen lukte dat eigenlijk niet. En prompt in een, nou ja, weer in een schakelmoment kregen we het wel voor elkaar. En ja, scoort hij. Dus dat is dan wel heel erg lekker. Maar het was niet helemaal zoals we het hadden bedacht. Nee, dan komt die tweede helft. Ja, en dan gaat het eigenlijk weer door. Daar waar de eerste helft geëindigd is. De druk van Zwaluw blijft komen. Ja, dat klopt. Ook met elkaar wel besproken in de kleedkamer. Van, nou ja, gaan we wel wat hoger op het veld? Of vangen we ze op? En proberen vanuit omschakeling dreigend te blijven. Ik had niet verwacht dat zij het zo lang vol zouden houden. En dat is echt wel een heel groot compliment aan Zwaluw. Maar zeker met deze temperaturen. Ze bleven gaan. Tegelijkertijd ook een compliment voor ons maar ja, dat we niet direct in paniek raakten. Ook niet bij de 2-1 en de 2-2. En ja, dat we eigenlijk best wel solide bleven verdedigen, ondanks dat. Ja, het hoofdje koel houden eigenlijk, hè? Ja, en dat is lastig. De druk is best hoog. En het is mooi. Het woordje niet, hebben we het over gesproken met de jongens. Van, nou ja, niet winnen, dat betekent degraderen. En nou, eigenlijk is dat woord helemaal niet gevallen. Iedereen was alleen maar bezig met hoe kunnen wij deze wedstrijd winnen. En nou, dat hebben we gedaan, dus dat is heel mooi. Heel trots. Ja, sorry. Ja, en dan komt die 3-2, hè. Prachtige boogbal van Melle, van de Woude in dat geval. En wat een ontlading van die bank, Werner. Ja, dat was lekker. Ja. Helaas was ik niet als eerste bij de cornervlag, dat red ik niet meer. Maar nee, dat was schitterend. Kijk, iedereen heeft gezien dat we gewoon best wel behoorlijk onder druk hebben gestaan. Als je 2-0 voor staat en die gasten komen terug tot 2-2, ruiken bloed. Melle die zat in de kramp. Nou, de snelheid van goud konden we voorop niet meer gebruiken. Ja, als je hem dan zo binnenwerkt, dat is natuurlijk fantastisch. Gewoon een heerlijk moment. Heel veel ontlading van, denk ik, al een hele lange periode. Dus ja, dat is hartstikke mooi. Is de werk aan de winkel voor de medische staf? Want er waren toch soms wel behoorlijke grove overtredingen. Ja, maar dat is goed voor de portemonnee, hè? Ja, nee, daar zijn we best wel druk mee. Ja, ook dankbaar voor hoe Van der Meijden dat altijd weer oplost. En nou ja, ook Jaap Pol, die daar erg belangrijk in is geweest. Die heeft vandaag zijn laatste wedstrijd verzorgd. Dus dan gaan we kijken of we daar zo meteen nog wat aandacht aan kunnen schenken. Gaat hij niet in de verlenging? Nee, hij gaat met vakantie. Maar we gaan eens kijken of we met Jannie nog kunnen praten. Of we dat nog even uit kunnen stellen. Ja, de competitie gaat voort wat dat betreft. Er zijn nog 4 teams in de race voor die ene plek in de eerste klasse. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Volgende week wacht de volgende tegenstander. Is nog niet bekend. Valleivogels of Victoria. Valleivogels Scherpenzeel of Victoria Hilversum. Ja, het liefste heb je denk ik Victoria. Want dan krijg je een thuiswedstrijd.
Ja, dat is wel leuk. Dat is voor onszelf fijn, dat is voor het publiek fijn. En nou, ik denk ook dat we dat verdienen. De strijdlust die we met z'n allen laten zien. En nou, vandaag voetballend wat minder, maar de afgelopen weken wel al heel veel beter. Ja, dat is ook wel leuk om dat het publiek weer te kunnen laten zien. Dat ook de mensen die af en toe eens wat kritisch waren, dat die ook weer eens een leuke zaterdag hebben. Dus ja, het liefst thuis, zeker. Wat staat eronder in de bus? Geen idee. Meestal hou ik me daar niet mee bezig. Ik denk dat het wel een heerlijk drankje is, wat jullie verdiend hebben. Dat is wel wat ik hoop. Ja, geniet er in ieder geval met de groep van en de felicitaties aan de groep. En ja, komende week weer volop trainen en dan volgende week de volgende wedstrijd. Ja, zeker. We gaan ons morgen weer voorbereiden. Maar nu eerst een klein biertje. Ja. Je hebt groot gelijk. Maak er maar een grote van. Ja. Dankjewel, Werner. Dat was het. Hier vanuit Zwagen, waar vanmiddag Nunspeet speelde tegen Victoria 30. 30 noemen we er maar één keertje nog bij. En uiteindelijk trekt Nunspeet deze wedstrijd winnend over de streep met een 3-2 overwinning. En wacht volgende week Valleivogels of Victoria. En of dat een uit- of een thuiswedstrijd wordt, dat zullen we zien. Dat weten we in de loop van de middag.